Nou, omdat hij past in het profiel wat we zoeken. Ja, zoals je weet zijn we natuurlijk Thomas Ouijans zijn we kwijtgeraakt. We gaan Joris Kramer kwijtraken aan Cambuur vandaag. Dus dat zijn twee linksbenige verdedigers. Aanvallende verdedigers, kan je ze ook noemen. Opbouwende verdedigers. Ja, en Guan past in dat profiel. Ja, op het moment dat de twee jongens wegvallen, ga je kijken wat de bezetting is. Nou, we hebben natuurlijk met Owen hebben we de linksback van het Nederlands elftal, of in ieder geval die bij het Nederlands elftal zit. We hebben in de opleiding bij Jong AZ speelt Maxime Gullit nu aan de linkerkant. Ja. Nou, dat zijn twee backs voor twee posities. Nou, dat is te kort, vinden wij. Daar moest gewoon er iemand bij. Dus we hebben nu drie spelers voor die twee posities. Waarbij Owen natuurlijk op dit moment het heel erg goed doet en onomstreden is. Ja. Het is in eerste instantie een periode van 1 jaar verhuur. Is er al bekend iets over de optie tot koop? Nee, in eerste instantie hebben we hem gewoon voor de rest van het seizoen gehuurd. En uiteindelijk hebben we dus behoorlijk de tijd om te kijken of dat hopelijk misschien ook voor de langere termijn kan. Maar dat was op dit moment niet mogelijk. En het is misschien ook wel een investering voor de toekomst. Mocht Wijndal vertrekken, heb je in ieder geval een goede speler achter de hand. Dat hoop ik wel. Ja. Dat hoop ik. Je hoopt altijd dat ook jongens vanuit de opleiding doorgroeien. Ja, het zijn allemaal jonge jongens die allemaal heel graag zich willen bewijzen. Dus dat is het beste profiel, zeggen wij altijd. Hoe werd het contact gelegd met Chelsea? Nou, meestal gaat het altijd eerst via de begeleiders van de speler, via de zaakwaarnemer. Dus we hebben contact gehad met de zaakwaarnemer, dat hij beschikbaar was. Wij zochten natuurlijk ook wel een extra versterking, linksbenige verdediger. Dus uiteindelijk komen ze dan ook wel bij jezelf aankloppen. Op het moment dat dat bekend wordt in het binnen de markt, zeg maar, binnen je netwerk. Dus zodoende is het contact gelegd en hebben we uiteindelijk de formele zaak met Chelsea afgerond.